Liefste Annie, toen dat ik u voor het eerst zag in de grote aula, je waart aan het luisteren naar de professor. En je had blijkbaar toen ook al koude handen, zoals dat je nu ook dikwijls koude handen hebt. En je hebt dat opgelost door uw handen te schuiven in tussen uw twee benen. En ik moet zeggen, ik vond dat wel een beetje sexy. Op een dag zal ik met dit moment misschien niet meer herinneren. Ik zal moeite hebben om je te herkennen. Ik zal je altijd heel graag blijven zien. André is 63 en lijdt aan jong dementie. Laat ook een herinnering achter voor je geliefde op ikbenernog.be, een initiatief van Alzheimer Liga Vlaanderen.